Aan mij. Hij komt uit de hoogte. Ik heb het gekeurd. Ik kom daar in. Zo, boter. Milan. Yo, boys, ik kom daar het gepenetreerd door. Ik speel met sociaal incapabele Michi. Fucking die eerste kijker is al weg, domme kut. Nou, snap ik wel. Wat een eerste kijker, joh, dat is gewoon een debiel. Ja. Hij ziet nu dat de kaak hij wil, dus dan nu gaan uitschelden. Oh, ik met je nog een vieze bitch. Oh, schat, hij heeft het gedaan. Ja, ze Prank al uw eigen bompa. Oh, ik heb gezien dat een DMF shit, wat verdomme. Oh. Wacht, kun jij doen dat jij ook ons, dat wij hem ook kunnen horen? Ja, maar die spreekt niet, al een DMF shit, wat verdomme. Hoi, spreekt hier ook met de Michiel, hè? Hallo? Godverdomme. Wel op anonymous. Waarom zit ik? Eerst wat hij vraagt, waar is je? Ik downs, jongen. Hebben jullie geen kindjes met een nummer of zo? Ik ga je nummer doorsturen. Als die dat op gewoon op onherkenbaar zet, dan kan niemand zijn nummer trakteren. Oké. Okay. Ja, maar. Ik kan wel iets met iemand grappig bellen. Ik kan wel iets met iemand grappig bellen. Ja, het is een iets en een iemand. Godverdomme. 100% prank al, oké? Okay? Als je deze niet prank al, dan ja. Je hebt het spel verlaten, hè, bent je? Wacht, ik zal even mijn belletje doen met degene die, waarmee ik wil bellen, hè? Kan ik een tv kapot maken van de eerste minister? Bel deze dan. De minister? De eerste minister. Allee, ja. Ja, en dan? Daar bel ik graag mee. Met de minister. Ja, ik ken die persoon. Zakkies.
Dat kan Eva, join het matchje terug, Kilian. Oh my god. Oh, fuck. What happened? Alleen kind je die persoon al. Ja, wie is het dan? Zeg je naam. Nee, bellen. Wie is dat? Ja, we hebben dat gewoon Domino's pizza of zo. Nee, ik weet het. Wel. Als dat niet met 04 begint, is dat niet in normaal. Ja. Ja, maar Domino's pizza en zo hebben een normaal nu. Nee, maar bel gewoon, oké? Het maakt niet. Je kunt dat ook gewoon op Google opzoeken. Eigenlijk, maar ik ga je gewoon het nummer geven, maar dat is een shit. Nee. Dat wil ik eigenlijk niet doen. Ik kan jullie ook gewoon naar de eerste minister laten bellen, maar ik het ook niet doen. Ik moet er gewoon... Johan en Elisabeth. Elisabeth is mijn juf. Het klaar is. Woehoe, maar je zit in een match, waarom join je niet gewoon terug? Heb jij al gebeld en ik kan niet terug joinen? Heb jij al gebeld, man? Ja, dat gaat toch niet? Maar ik moet liever trouwens, ik kan niet meer terug joinen. Maar is deze competitief? Nee. Fuck you, Jason! Scoreboard. Je moet er eens dood! Wat kan die mama gebellen? Allee. Jongen. Ik heb niet. Ik had hem letterlijk die nummer gegeven en dan wou ik dat voor hardop kan zeggen op mij. Wat? Nu heb je dat twee mensen eerst de nummer. Wie nummer had je gegeven? Die van nu. En hij wou dat hardop kan zeggen, je hebt het zelf wel gelukt, man. Ja, dat boeit me niet. Daan is toch niet live? Ik ben wel live. Nee, ik zie dat icoontje niet bij u, dus ha. Ga kijken nu. Jongens, weet je wie iets? Weet je wie? Ik ben wel de coolste van allemaal. De Michiel zelf. Ah ja, Daan is wel live. Wat gaat ten? That's my good boy. Mommy has a really pretty voice. Oh, iemand aan de bel was. Is het competitive? Nee. Als je wil, kan ik ook gewoon domme pizza geven. Not again. Waarom doen jullie nooit prankels? Ik heb dat zo vaak gedaan. Ik heb dat eens gedaan met een McDonald's. En toen op mijn voetbal. Ja, amai. Je hebt geprankt met mij, je werd de pussy bang. Nee. Eén keer, mijn vrienden, ik kwam aan op mijn voetbal, want toen waren ineens zo allemaal in een groepje met zo'n paar gsm's en zo. Ik zei, wat zijn jullie aan het doen? Die zei, we zijn McDonald's aan het pranken. Ik zeg zo met mijn zware stem. Ja. Met een McScheid. En ik zeg zo, als u wilt, hè, ga ik dit nummer doorgeven aan de politie. Ik zeg zo, oh shit, heb op. Maar die gaan dat toch nooit doen. Enkele, ja. Domino's Pizza heeft mij verraden. Hoezo? Ik had geprankeld en ze hadden de nummer aan de politie gegeven. Maar die zeggen dat bijna altijd. Ja, maar dat is ook echt gebeurd, want de volgende dag... Ja,
Maar dat is wel grappig. Bij mij zie je dat zo 10 keer. Ja, ik kan je niet meer doorgeven aan de politie. Of zo. Hmm. Of soms zeggen die zo random, ja, politiekapellen of zo. Ja, bij mij was dat ook op McDonald's. 1 en 2 is de lokale politie, wat mag het zijn? Een mentale politie, wat kan het zijn? Een mentale error, oh ja, dat wil ik niet. Nog iets anders, ja, wat wil ik eens, oké. Okay. Hier, Kilian, ik kan je even een nummer doorsturen. Wat? Als jij mijn nummer doorsturen? Nee. Nee, niet gaan, maar jij bent toch live? Ja, maar ik kan dat gewoon doorsturen, ik kan dat niet zeggen. 0468. Kaka met pp. Inderdaad. Zo. 0172467. Oh, joh, de bakjes. Wat was het? Moet ik het nummer van de Michiris doorgeven? Ja. Ik denk dat sommige domme kijkers vandaan die nog gaan bellen. Ja. Maar ja, kijkers vandaan zijn alleen maar 5-jarigen, dus ja. Dat is waar. Dat is waar. Wat jij dan kunt zien wat je filmpjes dan nog? Ik zit in de middel. Wat jij gewoon filmpjes die hebt. Ja. Wat eigenlijk, hoeveel had je er dan in je wen gestoken? Die man kan gewoon het record verbreken, wat joh? Oh. Weet je dat jij gewoon, jij hebt gewoon boven de 105-jarige, wat joh? Maar dan heb je wel meerdere vennen nodig. Nee, ik stop zelf maar niet in ven. Eén per één met jou dan. Ze stapelen wel. Je hebt nog genoeg tijd om bij ons in Mechelen de McDonald's te krijgen. Onrecht op de camionet zitten op stapelen, maar ja, dat er een van afval, dat is grappig. 10 uur. En Dieuke is er waarschijnlijk, ja. Die dikzak. Nee. Nee, ze tegen deze keer. Zo, ik heb een paar minuten. En als Dieuke dit kijkt, ik hoor hem niet. Mijn kaka en mijn pipi. Dat vind ik lekker fijn. Die iets grappig. Ja. Je hebt zo dat random kindjes die je zo soms bellen, hè? Die je niet kent, gewoon even terugbellen. En dan zeg je dat je hun nummer betaalt. Oh, bel David. Ja. Ja, bus. What if we are gonna do hacking PC? Ja, je moet dat echt doen. Geef David zijn nummer. Oh, heel schoud. Wat is de laatste? What if we need to get so much password? Je moet ze bieden een vriend van mijn Daan bellen. Nee. De David. Ja. David. En welke downs nemen? Zijn nummer is 048. Ik ben toch aan het bellen? Hoor je dat niet of zo? Ja, dat moet je niet. Ik ga het toch niet opnemen. Nou, wie bent jij eigenlijk aan het bellen? Neem op! En wie bent jij? Ik ben de Michiel, haha! Ik ben de mental breakdown aan het krijgen en aan het aftrekken tegelijkertijd. Maar jij komt echt van Hoboken, of wat? Oh, joh? Waarom? Ah, nee, gewoon. Ja, nee, gewoon. Gaat je David nog bellen? David. Dat is echt goud, jongen. Dat is echt, hallo? Wie de fuck bent jij? Hey, laat me deze prank al maken. Laat me deze doen. Hey, David. Van, hallo, David. David zou zeggen, hé, wat is er hier, bubble homo? Zeg gewoon tegen hem zo van, hallo, David. Ik heb al de video's gedisliked. En ik heb al uw video's gerapporteerd, ze zijn echt slecht. Oké, zeg nummer, zeg dan die nummer.
Wacht, Kilian, ja, stuur die door. Stuur die, wacht, ik heb die naar de groep doorgestuurd, Kilian. Jij stuurt die dan via een screenshot ook door. Oh. Ik ga die nummer niet liepen. Maar wel, no toilet paper, no, no problem, hè. Je hebt een hond ervoor, hè. Yo, bier. Zeven. Wat? Nee, zeg dat nog eens, want die zeven erdoor. Nee, dat is niet. Nee, Kilian, jij stuurt dat wel door. Maar stuur dat gewoon in de groep van PlayStation, jongen. Ja, maar doe jij dat eens? Ik heb dan, ik moet mij inloggen met die PlayStation app. Ja, maar je kunt... Oh wauw, ik ben gewoon dood door Jason. Wie zit er in mijn life? Heel leuk man, ik word niet eens gebeld. Ik zet nieuws. Ik zeg. Ja, ik heb gedaan.